Goedemorgen, onze lieve dochter gaat vandaag voor het eerst blauwe bessen eten. Oh! Ja. En dan gaat de vuilniszak op de grond, want het komt natuurlijk overal straks. Kijk, tadaa, zo. Oké, het is vrij heftig, de bloems. Ze vindt het lekker, maar je merkt gewoon een beetje te veel misschien. Dus ik heb nu één havermout gedaan. Dan doe ik zo een beetje er doorheen van de bloems. En een stukje brood zonder korst. Ik ga zoiets. Goed zo, lief. Zoiets geven. Ze zeggen dus nat maken. Ik weet niet of dit een te groot stuk is, misschien. Hier, schatje. Kijk eens op. Zou ze naar links of rechts zijn? Hier. Kun je hem eens in de testruimte? Oké. Oké, we hebben dus een dutje meegedaan. Nog steeds wallen. Jullie weten dat ik het nooit wallen, maar als ik wallen heb, then it's bad. Dan heb ik al een paar nachten niet goed geslapen. Zo, die uitgroei wordt ook echt steeds erger, hè? Oh. Ik heb ook het idee dat ik kaler lijk, omdat ik dus dat grijze haar hier heb. Trouwens zit ook echt allemaal van dat afgebroken babyhaar hier. Van die afgebroken plukken. Kijk dan. Ah. Ik doe het dan met dat color wow een beetje bij kleuren, maar... Ah. Zo. Mijn look zit erop. Ik heb deze wel eens gebruikt. Deze. Oud hoedendoosje. Doosje. Oh, weet je wel, ontdek je dingen in je stash, denk je. Waarom gebruik je dit niet vaker? Zo, jongens. Ah, zij pakte laatst het heel vaak dat haar in mijn nek hier. En laatst trok ze eraan en ik hoorde echt... Ze had gewoon een hele pluk vast. Ah, het is echt... Alles vastpakken. Alles vastpakken. Ja. Oké, we gaan even boeben. Nog niet meer gefilmd. Ik weet niet of het nog lukt. Ze is heel snel afgeleid nu met boeben. Trouwens, kunnen we het even hebben over haar? Jongens, moet je kijken. Ik weet niet of je het kan zien, maar deze baby heeft zo veel haar. Ik dacht echt, wij krijgen een baby die er kaal uitkomt, duurt lang voordat ze haar heeft. Maar sommige plukken, ik weet niet of je het ziet, want het is vrij licht, die zijn echt al lang gewoon. Ja, kijk. Er zitten er een paar tussen en dat zijn echt van die lange haren. Weer lang haar. Dat ze echt gewoon, dat ze geboren als ze haar had. Nou, we waren echt, hé. Het is wel lichter. Ze was iets meer bruin haar en het gaat echt richting Gregor's haarkleur. En hij was helemaal wit blond toen hij een klein kindje was. Ik heb altijd het assige bruin gehad. Ja. Hey. Nou. Het hoesje is binnen. Ik had dus een hoesje besteld voor die iPhone alleen. Het was de verkeerde die ik binnen kreeg. Dus ik heb nu de correcte binnen gehad. En ik ga nu dat plasticje erop doen. Terwijl de protector screen thingy. Zo. 1, 2. Oh, ik ben hier zo slecht in. Oké, zo. En dan met deze als hoesje. Ik moet er eigenlijk iets van stickers onder doen of zo. Maar ik laat hem denk ik voor nu even zo. Ik wil eigenlijk ook een popsocket. Die heb ik hierop zitten. Iedereen vraagt altijd waar deze van is. Die heb ik gekregen van Instagram. Ik had een sessie met de vrouw die de basis van zeg maar Instagram Europa. Dus de hoofd daarvan. Dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. Daar heb ik dus ook heel veel van geleerd. En dat ga ik dus ook in mijn les bijvoorbeeld vertellen. Dingen die ik van haar weer heb geleerd en zo. En ook die ik van YouTube leer en zo. Dus ik heb echt allemaal van die business secrets en zo. Het is vandaag trouwens vrijdag als jullie dit kijken. Vandaag is mijn laatste les. Van 6:30 tot 8:30 s'avonds. Dus als je nog mee wilt doen, je ziet deze vlog. Vanavond is het derde les. Ik gooi net als dagen ervoor een uur ervoor de ticketverkoop dicht. Zodat ik nog mensen kan toevoegen en zo. En ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Als jullie dit zien, heb ik al 2 keer lesgegeven. Dat is toch bizar? Dat is echt... Het geeft me een beetje een soort van beauty class party gevoel of zo, dit allemaal.
Het is best wel spannend allemaal. Oké, ik denk dat ik de luchtbubbels eruit heb gekregen. Yes. Yay. Kijk eens met die kleine nu. Oh, hier is nog een wipe. Removes excess dirt. Ik had eerst één, daarna twee moeten doen. Ik heb alleen één. Kijk eens met die kleine meeslapen. Ik ben ook zo moe, jongens. Maar ik moet echt even werkdingen doen. Ik wil sowieso nu dus mijn les gaan doen. Als een soort van generale repetitie. Of ik het ga redden in 3 kwartier. Ik heb zoveel dingen die ik wil delen. Zoveel informatie. Ja, ik ben benieuwd of het lukt in 3 kwartier. Dus wat ga ik nu doen? En mailtjes en zo. Oké, ik ga nu mijn les doorlopen. En ik ga hem filmen. En dan ga ik mezelf bekijken hoe ik het doe. Ja, dat is wat we gaan doen. Ik heb hier 2 telefoons. En dat is omdat ik heel veel dingen ook ga laten zien. En de iPad die komt vandaag binnen. We hebben dus een iPad die, om precies te zijn, 10 jaar oud is. Ding gebruiken, want die batterij is echt binnen 3 seconden leeg en veel te verouderd en zo. Dus we hadden een nieuwe iPad besteld en ook die kan ik mooi gebruiken om dingen te laten zien en zo. Dat ga ik dan nu even niet doen, maar ik ga even notities maken. Dus nee, dat doe ik op de laptop van dingen die ik dan op de iPad even nog niet moet vergeten erop te zetten. Oké, here we go. Oké, kleine is wakker. Foef is wakker. En ga je niet geloven, maar ik heb er dus ongeveer 1 uur en 1 kwartier over gedaan en ik ben denk ik op 2/3 van mijn informatie. No! In mijn hoofd dacht ik, dit ga ik veel sneller vertellen. Sowieso moet ik even mijn video verder analyseren hoe en wat. Want ik merk dat ik gewoon... Weet je wel, dan je weet gewoon precies op welke punten. Oké, daar haak ik een beetje. Blijf ik een beetje lang doorpraten of dat. En dan kan ik dat nu even weer feedback naar mezelf, zeg maar. Dus dat moet ik doen. En in het ergste geval moet ik gewoon serieus dingen gaan schrappen. Omdat het gewoon te veel is. Maar dat is het. Ik wil altijd gewoon zoveel in een korte tijd vertellen en delen. En it's too much of zo. Maar ik ga echt mijn best doen om het allemaal te verwerken erin. Even snel een voorbeeld. Ik ben dus met, zeg maar, mijn les is 3 kwartier. Kwartier pauze en 1 uur Q&A. Met 3 kwartier was ik pas door mijn informatie heen over imago. En wat ik doe om, zeg maar, lang kijkers vast te houden en zo. Daarna kwam nog alle informatie over praktische dingen. Dus wat ik heb geleerd van Instagram en YouTube. En algoritme. Weet je, wat werkt om jezelf steeds in de picture te houden. En daarna komen nog een paar apps en tips. Dat soort dingetjes. Van, oh ja, dat wil ik ook nog even delen. Dat laatste, dat kan ik wel vliegersvlucht doen natuurlijk. Maar dat tweede... Oh, it's too much. iPad binnen. Ja, daar is die. We hebben de iPad Air besteld. There we go. Oh. Oh, nou, dat was een beleving. Ik had laatst toch gevraagd van hoe dat zat met die verpakkingen. En toen hadden mensen gekomen dat er een hele afdeling is bij Apple. Die ervoor zorgt dat je perfect, zeg maar, die verpakking kan openen. En dat het allemaal netjes gaat. En dat je echt zo'n experience hebt. En dat het extra lang duurt voordat je het product ook ziet. Nou, ik weet niet, het gaat hier in ieder geval mis. Was de bedoeling dat dit naar beneden ging? Denk ik. Er gebeurt niet zoveel, hè? Hoe moet ik dit nou doen? Toch een mesje pakken, wacht. Zo. We hebben dus de iPad Air besteld en dan de groene versie. En we hebben hem ook laten graveren. Dat kan bij Apple gratis. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan bij een Apple product. Maar bij deze vond ik het wel heel leuk. Maar dan wees je van, oké, laten we iets doen. Met foefs of zo. Dus ja. Dit is de doos. En dan... Dit is hem. Oh, hij is zoveel dunner dan die andere iPads. Zo fijn. Hoes heb ik al binnen. Die had ik tegelijk besteld. Die kwam echt zo. Kijk hoe dun. Hier, als ik mijn iPhone erbij hou. Zo. Oh, deze heeft wel een kontje. Oh, stekkerding. Hoezo dan wel bij de iPad? Tadaa. Even de hoes pakken. Kijk, dit is hem dus. En hier staat iPad van de Foofs. Oh, oh, oh. Deze moet nooit in België ineens op tafel leggen of zo. Ik heb hier de hoes. Dat is een smart folio besteld. Zo'n basic hoes. En dit is een ding wat ik laatst heb gekregen bij een lipstift van Dior. En dat vond ik eigenlijk wel een goeie om hem in te doen. Dat past precies namelijk. Dus voor onderweg is dat dan ook weer handig. Gelijk goed doen. Zou ik hier eigenlijk ook een screen protector voor moeten hebben? Ik eigenlijk niet. Wellicht is het handig. Zo. Zo. Je ziet het groene amper. Zo. Zit ook gelijk goed. Even aanzetten.
Yeah. Oké, het is tijd om te koken. En vandaag ga ik voor deze andijviestampot met gebakken halloumi. En dit is van HelloFresh. I love, 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 love HelloFresh. Want dit is echt een Hollandse maaltijd. En ik hou echt van Hollandse keuken. En dankzij HelloFresh eten we dat dus echt veel vaker. En dat vind ik echt super chill. Want het is niet iets wat ik zeg maar uit mezelf zou maken. Maar hierdoor maak ik het weer. En dan word ik helemaal blij als ik het eet en zo. Voor degene die het niet kennen. Dit is een zak van een recept van HelloFresh. Hier zit echt alles in. Precies alles wat je nodig hebt wat hierop staat. Wij bestellen altijd voor 2 personen een maaltijd. En wij doen 3, 4, 5 maaltijden per week. Kunnen we lekker fris van start. Lekker gevarieerd eten. We hebben echt periodes gehad waar we echt 6 keer per week. Dan deden we 5 keer een HelloFresh gerecht. En 1 keer dan een soep met stokbrood. En de laatste tijd zijn we steeds ook wat meer gaan bestellen en zo. Maar eigenlijk ook weer terug naar gewoon wat meer zelf gevarieerd koken. En wat ik dus zelf altijd bestel, wij doen heel vaak sowieso vegetarisch. Ik doe eigenlijk altijd die lekker snel recepten, want dat is echt 20, 25 minuten, soms 15 minuten. En soms ook de balans, die zijn ook erg lekker, die zijn wat luchtiger, zeg maar. Voor wie het niet kent, ik denk dat iedereen het heel erg goed kent, maar je krijgt dan elke week een doos met ingrediënten voor de recept die je hebt uitgekozen. Er zit precies genoeg in voor elk recept. Dus bijvoorbeeld, dit zijn precies de hoeveelheid rozijntjes. Dan hoef je niet zo'n hele groot zak rozijnen te kopen. Precies genoeg walnootjes. 1 ui. Niet een hele zak uien te kopen. Halloumi. Dit is trouwens echt zo lekker. Wij maken echt eigenlijk als halloumi te kiezen. Als je zeg maar halloumi kan kiezen, dan kiezen we dat recept. Want het is zo lekker. Je hebt echt vet veel recepten waar jij het kan kiezen. Dus super gevarieerd. Ja, en ik vind het gewoon een hele lekkere manier om te koken. En doe het nu al, ik ben al 1 jaar of zo. Echt heel erg lang. Echt voordat ik zeg maar met ze ging samenwerken deden we het al. Dus ja, ik ben echt helemaal fan. Oh ja, weet je wat echt vet chill is? Je kan dus nu ook andere dingen meebestellen. Dus ze hebben los ingrediënten. Als je die extra wil bestellen, zeg maar extra boodschappen. Zo chill. Serieus, ik denk dat wij nooit meer naar de supermarkt gaan. Dit is gewoon dit. Extra ingrediënten bestellen. Eten mee. Ja, wij bestellen gewoon eten. En op deze manier gaat dat zo makkelijk. Ik weet niet waarom ik nu ooit nog een supermarkt in zou lopen eigenlijk. Oké, 25 minuten. Deze heeft 4 stappen, dat is ook chill. Sommigen hebben, de meeste hebben 6 stappen, zoals dit. Deze heeft 4, dan weet ik dat ik echt super snel klaar ben. Dat is echt zo lekker. Voor de aard. Oh, zal ik het recept gewoon met jullie delen hier? Dit is het recept. Mocht je na willen maken, hier. Vul me even alles, ik kan hem even op pauze zetten. En dit is wat je allemaal nodig hebt. En dit zijn de exacte hoeveelheden voor 2 personen. Het is echt gewoon super easy. Ik hou dit erbij. Ik maak het zoals zij het zeggen. En dan heb je in 25 minuten dit op tafel. Oké, let's go. Fun fact, ik heb nog zo'n baby droog. Kijk, ik doe dus altijd zo. Hoppa. Zo, en het eten is klaar. Dit is hoe het eruit ziet. Zo, 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 zo. Lekker. Salade ernaast. Stampotje halloumi. Ik ben, nou, ik denk 20 minuten bezig geweest. Ik heb jullie een kortingscode. Hij komt nu in beeld. Hello Masha 45. En dat komt omdat je 45 euro korting krijgt op de eerste box 25. Die daarna 10 en die daarna 10. Om het te proberen. Ik kan het iedereen aanraden. Wij zijn echt mega fan. Ik ga het nu proeven. Mocht iemand hem ook maken, laat even weten. Jongens.
Ik heb al zo lang geen iPad meer gebruikt. We voelen ons 80. Je weet toch gewoon als jij je opa en oma bijvoorbeeld iets laat zien. Dat lukt maar niet. It's me. Letterlijk. Double tap. Oh ja. Double tap. Voor wie hem kent. It's me. Maar je kan dus split screen op een iPad. Dat lukt maar niet. Nee, het lukt echt niet. Wacht, moet ik dan nu deze? Ja, dit is... Split screen. Kijk, is het even van de afstandje? Nee, mag niet zien. Maar en daarna het pdfje. En dan scroll je normaal gesproken zo omhoog dat je... ik kom niet meer bij. Oké. Om het perfect af te maken, gewoon. Nee, dat gebeurt niks. Je zit niet op Tinder, schat. Oké, we hebben net weer allemaal dingen voor ons nieuwe huis bekeken. En het gaat zo leuk worden. Ik ben zo blij. Ik heb er echt heel veel zin in. Hier vanaf zijn. Waar vanaf? Deze open kast. Die, ja, die gaat naar de berging. Maar ik bedoel, in de huiskamer. Oh ja, we hadden van Max trouwens een soort kerst... nieuwjaarspakket cadeau gekregen, allebei. Ja, okay. Allebei gembersiroop en een kilo aan pindakaas. Nice. Oké, we gaan slapen. Ik ga de vlog afsluiten. Wel trusten. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye.